waarschijnlijk nog dat ik een eerste video gemaakt had van vuurjongen en waterwezen. Dat verliep goed, hè? Ja, nu wil ik nog zo een keer. Dat had ik gezegd van, ik ga nog een keer dat spel spelen. Dan kunnen we misschien van dit naar dit naar dit naar dit. Of helemaal. De bedoeling is, aan het eind van deze serie, allemaal te gedaan te hebben. En dat gaat heel lang duren. Dus, vandaag gaan we weer 3 levels spelen. En we gaan beginnen met deze. Oké, dat ziet er hier goed uit. We gaan... Nu ben ik aan het denken. En ja. Ik denk... Dat ze er samen op moeten. Ja. Ja. En ga ik hier, maar hoe ga ik dan die pakken? Dat is niet allemaal. Dan moet even dat meisje hier. Meisje. Sorry, ik heb u even nodig. Hop. Ja. Yes. En dan kan ik. Dat is wel... Nee. Je gaat dat niet mee. Nee. Goed. Gelukkig. Meisje, ik moet even aan de kant. Ja, ik vind het een beetje een ingewikkeld level. Denk ik. Oké. Dat is goed. Oké, die is open. En dan gaan we nu met dat meisje hier. Gaan we naar hier. En hup. En hup. En hup. Oké. Normaal gezien moet dat meisje nu... Nee, dat meisje moet niks meer doen. Oké, dan gaan we nu met de vuurjongen. Maar dat wordt nu wel lastig. Omdat... Nu ben ik aan het denken... Dat gaat wel een beetje lastig worden, want, ja, dat, kijk, dit is het probleem dat we nu, oh my god, oké, level 1 completed. Zoals jullie zien, zitten we hier nu in... Dit hier, ja, ik weet niet. Welke zouden we nu kiezen? 1, 2, 3, 4 of 5? Ik had natuurlijk gezegd, misschien kunnen we dan naar dit en dan naar dit en dan naar dit. En dat gaan we dan doen. Zo simpel is het. Nu ben ik even gewoon aan het kijken van hoe zit het in elkaar. Ja, oh. Dat gaat wel. Je moet daarna daar. Hup. Kijk, in het vorige level moest het meisje, stond dan, ja, ik kan dat niet echt doen. Ja, stond het meisje dan hier en moest dat meisje dan hier op die balk springen, zodat de jongen omhoog zou kunnen. En nu is het andersom. Een beetje anders, maar wacht. Hup. Ik hoop dat ik het juist doe. Wacht. Take 2. Oké. De game is terug. Daarnet heb ik een klein foutje gemaakt. Want dat meisje moet eerst naar... Deze witte hier. Ze moet eerst naar die witte. Wow, dat is cool. Ze moet eerst naar de witte voordat ze. En dan moet ze naar de rode voor deze jongen. Ja, oké. Het komt erop neer. Ze moet eerst naar de witte. Ja, oké. Want dan kan ik als vuurjongen. Hup. Zo. Ploep. Hup. Dan kunnen we. Oh, ja.
zo. Dan kan ik hier samen mee. Want. Dat is toch van niks nog? Wacht, nu ben ik even. Wacht een keer even. Oké. Ik denk dat ik het nu net verprutst heb. Ja, ik heb het nu net verprutst. En dan moet er iemand op de rode staan. Voor. Oké. Wacht.
Hoe ga ik met dat meisje? Oh my god. Yo, ik denk, ja, de eerste keer dat ik dit speelde, ik heb mijn broer of mijn zus, ik weet niet meer, erbij gehaald. Omdat ik van hier, hup, en dan hup, die kon ik echt niet halen. Dat was echt de moeilijkste die ik ooit had gedaan. Oké, ik ben weer aangekomen waar het gebleven was. Nu gaan we door. Oké. Oh my god. Oh, dat was echt. Dat was stress dat bij mij opkwam. Oké. Oh my god. Dit geeft me echt veel te veel stress. Oké, dit is een makkelijker. En hier gaat het ook weer. Oh. Oké, ik denk. Ik heb gewoon kippenvel. Ik denk. Ik heb het nog nooit zo gehad. Oké, weet je. Ik zal het hierbij afsluiten voor deze video. Dus.